Een hele goede middag op deze woensdag. Het is 12 oktober. Ik ben klaargemaakt. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe weekvlog. Ik heb gisteravond een beetje een blunder gehad. Ik ging douchen en ik zag dat de douchekop een beetje lekte. En toen wilde ik de douchekop wat verplaatsen. En toen vloog die zeg maar van het koppelstukje af. Waardoor er water kwam uit het koppelstuk. Nou, dat is zo gaan sproeien dat het dus blijkbaar mijn slaapkamer is ingegaan. Zo onder de deur door. Uiteindelijk was het even een klusje, maar heb ik hem wel weer gekoppeld gekregen. Dus toen kon ik gelukkig wel gewoon douchen. Maar dat was eventjes een beetje een lastig iets. Maar uiteindelijk dus wel weer gelukt. Maar ja, toen had ik dus wel een beetje wat natte plekken in de slaapkamer. Dus ik heb er even handdoeken overheen gegooid en dat is uiteindelijk wel weer goed gekomen. Ik heb al eventjes een was gedraaid, die is al klaar. Dus die kan zometeen mooi de droger in. Verder heb ik gisteravond gekeken naar Ewout die meeliep met politie Arnhem. Vond ik best heftig. Het begon eigenlijk best wel heftig. Er was een man in het begin en die scheen wat te gebruikt te hebben aan cocaïne. Gaf hij ook gewoon toe. Maar die was zo in de war dat hij dacht dat de politie die daar stond dus nep was. En hij riep steeds, bel de politie, bel de politie. Maar ja, de politie was er al. En de politie wilde hem dus pakken. Toen is hij uiteindelijk een dak opgevlucht. Daar begon hij te gooien met dakpannen. En het leek er eerst op dat hij van dat dak af zou vallen. Uiteindelijk is dat niet gebeurd. Ik had het idee dat hij er ervaring mee had, want hij liep heel soepel over het dak heen. Uiteindelijk begon het te regenen, toen is hij toch wel van dat dak gekomen, wat ook wel gevaarlijk was, want die pannen werden natuurlijk spekglad. Maar dat was best wel heftig en er gebeurden sowieso wel wat heftige dingen. Daarna heb ik eventjes een stukje van Kees van der Spek gekeken, want die stelde Spoorloos aan de kaak. Het schijnt namelijk dat er een aantal mensen die geadopteerd zijn vanuit Colombia, die dus via Spoorloos op zoek zijn gegaan naar hun biologische ouders, gekoppeld zijn aan mensen die blijkbaar hun ouders niet waren. Willen jullie daarmee ophouden alsjeblieft? Het scheen dan ook om een advocaat te gaan die voor dat programma zeg maar in het buitenland werkte. Maar die bleek dus niet helemaal te vertrouwen te zijn. Ik heb het nog niet afgezien, dus ik weet niet hoe het verder uitpakte, maar dat was wel groot nieuws. Ik heb de vlog afgemaakt, ik heb mijn foto's bewerkt. Ik moet er geloof ik nog 2, die heb ik niet helemaal afgekregen. Nou, toen ben ik mijn Netflix-serie gaan kijken. Daar heb ik vanavond de laatste aflevering van. Was wel weer heel spannend. En de allerlaatste Vuurzee. En dat was toch wel een ontknoping die ik niet had zien aankomen. Dit ging een beetje, in seizoen 2 hadden ze een beetje te maken met de Turkse maffia. En wat ik wel jammer vond, is dat er op een gegeven moment best wel veel Turks gesproken werd. En dat daar geen ondertiteling bij zat. Want ja, ik versta er natuurlijk niks van. Aan de ene kant maakte het ook wel spannend, omdat je niet wist wat er ging gebeuren. Maar aan de andere kant was ik ook wel heel nieuwsgierig wat er nou verteld werd. Maar ja, daar ben je ook niet achter gekomen, want daar is verder dus ook geen toelichting op gekomen waarom er nou gebeurde wat er gebeurde. Dus dat vond ik jammer, maar het einde was wel echt iets wat ik niet had verwacht. Maar ik vind hem zeker nog steeds een aanrader, wat ik al eerder heb gezegd. Ik heb al eventjes mijn workout voor jullie gefilmd, dus daar kunnen jullie zo naar gaan kijken. En dan ga ik even mijn woonkamertje lekker schoonmaken. Dus ik ga muziek aanzetten, dan ga ik even aan de poets en dan ja, kunnen jullie even gaan kijken naar de workout. Dus dat is voor nu eventjes de planning. Ik ga de was in de droger doen en eventjes lekker aan de gang. hier is alles weer lekker klaar en schoon. Heerlijk weer. Even weer schone lopers erop. Ik heb nu weer de grijze erop gelegd. Vind ik dan toch wel ook wel weer mooi staan. Die andere waren niet verkeerd, maar grijs komt toch meer terug in mijn meubilair. Dus daar ben ik wel blij mee. Ik heb ook even mijn stoelen ingewreven met van die olie. Doe ik mijn tafel één keer in de zoveel tijd mee. Dus ik dacht, ik pak ook een keer de stoelen mee. Dus daar ben ik wel blij mee. De was is klaar. Althans, de droger. De was was natuurlijk al klaar, maar nu is de droger ook klaar. Dus dat is ook alweer droog. Ik heb even lekker in mijn mus gewerkt. Was ook wel fijn. Dus ja, dat was eigenlijk allemaal wel lekker. Ik heb even de was van het rek gehaald. Dat was ook eindelijk droog. Ja, heel veel mensen zeggen nu natuurlijk ook, ja, de droger verbruikt best wel veel stroom. En dat is ook wel zo. Alleen ik kan er gewoon niet buiten, omdat het hier gewoon in huis niet droogt. Dus ja, als ik echt kleine wasjes heb, probeer ik het wel gewoon met de hand te drogen. Maar anders ga ik het gewoon niet redden. Maar het is fijn dat alles schoon is. Ik ga zo meteen even lekker relaxen. Dan ga ik straks douchen en eten. Vanavond heb je een nieuw seizoen van het perfecte plaatje. En dat ga ik kijken. Ik ben wel heel benieuwd. Ik vind het altijd wel leuk. Ik vind het wel wat kort op elkaar. Omdat het vorige seizoen pas een paar maanden geleden was. Maar dat was eigenlijk meer een tussenseizoen. Maar ik ben op zich wel weer benieuwd. Ik wil eventjes dat Kees van der Spek afkijken. Want ik ben wel even benieuwd wat daar verder nog uitkwam. Ik wil eventjes gamen. Ik moet even de laatste foto's afmaken. Blogpost schrijven. Ik moet even een thumbnailtje maken. De vlog inplannen. Dan ga ik vanavond de laatste aflevering kijken van mijn serie op Netflix. En daarna is het tijd voor oogappels. En daar heb ik ook wel weer zin in. Ik ga bij deze dan ook even lekker relaxen. En ik zou bij deze zeggen dan tot morgen. Een hele goede middag op deze donderdag. Het is 13 oktober. Ik ben klaargemaakt. Ik heb het heel erg koud, want het koelt hier nu ook wel echt heel erg hard af. Het is hier nu nog 17,5 graden in huis. Dus ja, dat is wel weer eventjes een stukje frisser. Dus ja, dat is even wennen. Nou ja, ik moet straks gewoon boodschappen doen. Ik weet nog niet hoe laat, dus ja, ik moet gewoon even wachten tot ik daar wat van hoor. Ik heb gisteravond het perfecte plaatje gekeken. Was wel een leuk begin. Ze waren niet allemaal even goed, maar ja, dus denk ik ook gewoon even inkomen bij een eerste fotoshoot. Maar op zich heb ik er wel van genoten. Ik heb daarna eventjes dat van Kees van der Spek afgekeken. Ja, best wel bizar hoor. En ook gewoon hoe Spoorloos daar zelf op reageert. Denk ik wel van ja, een beetje apart wel. Dat ze dat zo wordt afgedaan. Dat ze ja, aan de ene kant de presentator die zegt nog steeds vertrouwen te hebben in de man die ze daarvoor inschakelde. Terwijl uit het programma blijkt dat hij heel veel fouten heeft gemaakt. Maar oké. Dat weet ik verder ook niet. Ik heb eventjes nog Fortnite gedaan. Toen ben ik mijn blogpost gaan schrijven. Dat is allemaal goed gekomen. Ik heb mijn vlog geüpload en ook even een thumbnail gemaakt. Laatste aflevering van mijn serie gekeken. Ja, op zich wel mooi. Maar ik vond het einde een beetje vaag. Daar kon ik niet zo heel veel mee. En daarna had ik oogappels en dat was wel gewoon weer super leuk eigenlijk zoals elke week. Daar kan ik altijd wel heel erg van genieten. Ik ga nu in ieder geval eventjes stofzuigen. Ik moet eventjes wat was die gestreken moet worden naar boven brengen. Want het is echt een bende van ellende op de slaapkamer. Dus ik ga daar gewoon eventjes een beetje mee aan de gang. En ja, dan hoor ik het straks wel hoe laat ik de deur uit ga. Dus ik neem jullie straks nog wel even mee en dan zie ik jullie sowieso weer even als ik terug ben. Want voor nu heb ik eigenlijk ook niet zo heel veel te vertellen, want er is gewoon weinig gebeurd eigenlijk. Dus ik ga eventjes wat doen en ja, dan zien jullie me later weer. de boodschappen. Ik ben een beetje nat geregend, want het regende een beetje, maar dat geeft niet. Ik wil het even laten zien. Eentjes de kranten eruit halen. Ik ben even bij de Praxis geweest, want ik was op zoek naar verf. Ik heb jullie daar proberen in mee te nemen. Wij zaten helemaal in het verkeerde pad, want ik dacht dat deze verf gemengd moest worden. Moest achteraf niet. Ik ga de keuken aanpakken. De keuken die moet eventjes opnieuw gewit worden. Maar er is er één muurtje, die wil ik heel graag roze maken. En ik heb deze roze kleur. Hij is van Perfection. Het is een oud roze matte kleur. Zou je in één keer dekken. En er zat dus nu heel veel korting op. Dus nu met 40% korting. Maar we zaten dus in het verkeerde vak. Dus ik had het aan zo'n jongen gevraagd. En die kwam naar het goede vak. Die kwam met een goede pot verf aan. Dus dat was top. Dus ik heb oud roze muurverf gekocht. En daar ga ik dus een klein deeltje van de keuken mee doen. Ik zag het al helemaal voor me. Het leek me gewoon leuk. Dus die heb ik. Ik heb ook nog een spatel. Die kreeg ik erbij. Dat is wel fijn. Want ja, je moet wel roeren. Dan heb ik de dubbelfris appelpersiklimonade gekocht. Die wilde ik al een tijdje proberen. Maar ik had hem laatst bij de Plus gemist. De actie. Nu was het 1+1 bij de Boni. Daar heb ik er twee van. Je had ook Taxi, maar die leek me niet zo. Ik heb boontjes. Ik heb aardappeltjes. Een pakje met boter. Ik had deze vorige keer ook gekocht, dus ik heb die maar gewoon weer gedaan. Ik heb nog een bakje shawarma meegenomen. Die gaat de vriezer in, want die was nu nog in de actie. Zoals je kon zien op de sticker. Dan heb ik medicijnen. Niet heel spannend. Gehakt. Tot wanneer is dit goed? Tot de 16e. Dus nu... Nee, dat moet een deel van in de vriezer. Slavinken. Moet ik straks gelijk even verdelen, die gehakt. Dat is wel een goede. Hagelslag. Ja, dat was echt heel jammer. Want ze hadden de ruiter hadden ze in de aanbieding. Was dan 1+1 gratis bij de Plus. Maar die was allemaal al op. Dus ik heb maar gewoon eigen merk weer gekocht. Dan heb ik twee keer de spekjes. Die waren bij de Widl weer op. Dus ik heb ze nu voor Gijs. Want die waren in de... aanbieding. Ik heb een flesje met cola en een flesje sinaas. En die was ook in de aanbieding. Normaal koop ik deze merken nooit. Maar het was nu 2 voor 2,50. En die vind ik wel heel lekker. Dus af en toe mag je jezelf wel verwennen. Een zakje patat natuurlijk. De bakboter is weer meegekomen. Nou, mijn andere pakje met spekjes. Ja, dan stond er een kraam. Daar kon je nu gratis wat ophalen. Ik heb nu een timer. Daar kun je dus op instellen wanneer dan de boel uitgaat, zeg maar. Dat is dus een timertje, die kun je instellen. Je kon kiezen uit een meter voor energiemeter of deze. Ik heb toch maar deze gedaan, want mijn coach zei ook, die is dan beter. Dus moest je even zo'n bonnetje invullen. Die had ik niet, dus die kon je daar gewoon invullen. Deze kreeg ik dus dan gratis. Alles voor de verduurzaming natuurlijk. Alles voor de verduurzaming. Een pakje verband, dat was ook zoiets raars. Bij de Plus stond dat ze 3 pakken hadden voor... Het was een trio pak voor €5. Ik dacht, nou, dat is op zich wel een goede actie. Want één zo'n pakje is al 2 zoveel. Maar deze werken voor mij het beste. Goedkoper, dat werkt niet voor mij. Dat zag ik ook niet. Dus er was ik nog weer duur uit. Ik heb nog een mondwater. En ik heb nog een zakje met snijbonen. Die ook echt weer in moeten. Dat was alles. Ja, ik heb hier nog allemaal blaadjes gekregen over de duurzaamheid en weet ik veel. En nog een doeboekie. Dus nou, hartstikke leuk. Maar dat waren alle boodschappen. Ik ga dit eventjes opruimen. Dan ga ik straks even lekker warm douchen, want ik heb het echt onwijs koud. Vanavond ga ik het roer omkijken. Er begint een nieuw seizoen van. Dat vind ik wel even leuk. Ga ik daarna eventjes 4 handen op 1 buik terugkijken. Ik wil sowieso nog even Splatoon doen. Ik moet foto's bewerken en dat is het ook wel. Gisteravond nog een pakketje binnengekregen, maar die ga ik nog niet laten zien. Want daar wil ik even een aparte video over opnemen. En ik hoop dat dat dinsdag kan, want als het goed is komt het andere pakketje daarvan morgen of zaterdag. Maar goed, dat moeten we even zien. Verder ga ik vanavond een nieuwe Netflix serie uitzoeken en ik weet nog niet welke. En ik moet een nieuwe serie uitzoeken op Videoland. Ik denk dat ik Moedermafia wil gaan kijken, maar ik moet even kijken hoe dat precies allemaal zit. Maar goed, dat horen jullie morgen wel. Ik ga even opruimen en dan zou ik bij deze zeggen tot morgen. Goedemiddag op deze vrijdag. Het is 14 oktober. Het is lekker donker hier, want het is aan het regenen. Ik heb lekker weer mijn dikke trui aan, want ik had het weer koud natuurlijk. Ik ga zo meteen lekker de slaapkamer doen. Ik moet even een was eigenlijk draaien, maar het probleem is ik heb geen wasmiddel meer voor de gekleurde was. Dan denk je misschien, waarom heb je het dan niet gekocht? Nou, dat is heel simpel. Ik kan niet tegen goedkope wasmiddel, want daar krijg ik uitslag van. Daar krijg ik jeuk van. En de wasmiddel van de merken, er waren geen aanbiedingen in. En die zijn momenteel gewoon hartstikke duur. Dus ik heb nog gekeken bij de Zeeman. Maar die hebben momenteel niet voor de gekleurde was een merk staan. Dus daarvoor moet ik even naar de Wibra of naar de Action. En dat zou misschien volgende week gebeuren. Maar dat is nu een beetje onzeker. Want mijn coach had eigenlijk nog een andere afspraak. Dus ik moet even kijken of dat wat hem wordt. Maar goed. Dus ik moet zo even kijken wat ik bij elkaar kan rapen. Wat ik eventueel wel kan wassen. Want ja, ik denk niet dat het goed is om een ander wasmiddelkleurtje erbij te pakken. Ja. Weet je, ik ben wel iemand. Ik heb echt voor de witte was, voor de zwarte was, voor de gekleurde was echt speciale wasmiddel. Maar... ja, voor de gekleurde was heb ik gewoon even niet. Ik heb gisteravond gekeken naar het roer om. Was op zich best wel interessant. Al vond ik het ook een beetje gek, want ze wilden geen kinderen bij hun accommodatie hebben. Terwijl hij zelf ook een dochter had. Dus het kwam een beetje over alsof ze niet van kinderen hielden of zo. Dat zal niet zijn geweest. Maar ja, zijn dochter was al volwassen. Ze hadden ook niet echt heel veel te doen voor kinderen. Dus dat was ook wel een reden waarom ze het niet wilden. Maar ik vond het soms een beetje onaardig uitkomen. Daarna heb ik even 4 handen op één buik teruggekeken. Was op zich ook wel weer mooi. Eventjes de terugblik. Ik heb even Splatoon gedaan. Waar ik totaal niet doorheen kwam. Dus dat was even lastig. Toen ben ik mijn foto's gaan bewerken. Dat is allemaal gelukt. Ik heb nog even 1 nieuwe daarvoor gemaakt. Want dat moest ook even. Zo, ik heb net een oogpotloodje gebruikt. En het doet nu een beetje zeer. Nou, dus dat. Toen ben ik met een nieuwe Netflix-serie begonnen. Het is vooral een beetje een komische serie. Ik weet de naam zo even niet, want het is volgens mij... ik weet niet welke taal precies. Deens? Zweeds? Ik kon een beetje de taal herkennen uit de serie Rita. Maar ik weet niet precies welke taal het is. Ik zal de titel even onderin zetten, want ook dat kan ik niet uitspreken. Maar dat ging over een vrouw en die was 37 en die had nog 6 maanden om zwanger te worden. Want toen wilde ze in één keer toch wel kinderen. Zij werkt dus bij een instituut voor mensen die inseminatie krijgen. Die dus niet op een natuurlijke manier zwanger konden worden en die dan geïnsemineerd worden. Op zich wel interessant, maar dan gaat ze dus gewoon een staal... heeft ze gepikt, waardoor ze zichzelf heeft geïnsemineerd. Dus ja, op zich wel grappig, maar het zijn maar afleveringen van een half uurtje. Het zijn ook maar 6 afleveringen, dus ik ben er ook zo doorheen, want ik heb er gisteren al 2 gekeken. Daarna heb ik gekeken naar Moedermafia. Ja, op zich wel bijzondere serie. Ik weet nog niet zo heel goed wat ik ervan vind. Ook die duurt maar een half uurtje, dus die heb ik ook eventjes 2 van gekeken. Ik wil hem sowieso wel uitkijken, maar ja, ik weet dus niet of het echt een beetje realistisch is. Maar dat komt natuurlijk omdat ik zelf geen kinderen heb. Dus dat. Wil je een bericht sturen? Nou, helemaal niemand. Ik heb net ook nog even 2 telefoontjes gedaan. Dat moest even gebeuren, dus dat is allemaal gelukt. Ik ga nu eventjes stofzuigen, even kijken wat ik kan wassen. En dan gaan we de slaapkamer doen. En ik ga jullie meenemen, want ik heb wel even zin in weer lekker een schoon bed. En dat alles weer even fris is. Dus tijd om aan de gang te gaan. Zo, ik heb inmiddels alweer een tijdje alles klaar. Mijn moeder die belde eventjes, dus ik heb daar even gezellig mee gekletst. Ik heb even lekker gerelaxed. Dus nu ga ik zo even lekker douchen. Dan ga ik straks koken. Dan is het vanavond weer tijd voor Flikken Rotterdam. Daar heb ik wel weer zin in. Ik vind het altijd wel weer spannend. Vooral omdat het vorige week best wel spannend eindigde. Nu ik even met Andy en Melissa ga terugkijken en eventjes Splatoon doen. Ik hoop dat ik wat verder kom. Ik moet de video nog in elkaar zetten. En nog even mijn blogpost schrijven. Vanavond ga ik sowieso verder met die Netflix serie. En met rozengeur en wodka lime. Het is wel fijn dat de hele slaapkamer weer schoon is. Ja, ik vind het toch altijd wel weer een heel prettig idee als alles weer lekker is gedaan. Maar ik heb het nu ook gewoon heel erg koud. Dus soms weer lekker warm onder de douche. Maar ja, gewoon een fijn idee dat ik vanavond lekker in een schoon bed weer stap. En gewoon, ja, dat alles gewoon weer eventjes lekker schoon is. Vind ik altijd wel heel prettig. Ik ga jullie in ieder geval morgen weer zien. Want ik had al eventjes een warmer vestje aangetrokken. Want dit is vlies en ik had het dus heel erg koud. Ik ga nu in ieder geval eventjes lekker mijn dingetjes doen. En ja, dan zou ik bij deze zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze zaterdag. Het is 15 oktober. Ik ben klaargemaakt en er hangt mij een klusje boven het hoofd waar ik niet zo heel veel zin in heb. Namelijk mijn balkon opruimen. Althans opruimen. Het regent weer en dat is elke keer het probleem. Dat ik elke keer denk ik moet het doen maar het regent. Dus ik kan de boel niet bij elkaar vegen omdat het gewoon nat is. Maar ik kan wel de plantenbakken leeghalen. Die hebben van de lente natuurlijk en de zomer heel leuk met plantjes gestaan. Maar de plantjes zijn inmiddels dood. Nou weet ik dat je in de winter ook plantjes kan poten. Ik geloof winterviolen, maar dat ga ik toch niet doen. Dan vind ik het leuker om van de lente er weer plantjes in te doen. Dus ik ga die planten gewoon eventjes eruit halen. Dan ga ik de bakken ook even schoonmaken. Dan is dat in ieder geval klaar. Dus ja, ik heb er nog steeds niet heel veel zin in, omdat het regent. Maar ik ga me gewoon even bewapenen met wat regen dingen, zodat ik in ieder geval niet super nat word. En dan ga ik dat leeghalen en even schoonmaken. En dan het opruimen komt later wel, omdat het nu gewoon te nat is. Ik heb gisteravond weer lekker Flikken Rotterdam gekeken. Was wel weer heel erg spannend. Ik geloof wel dat we alweer richting het einde gaan. Maar het was wel weer heel leuk. Daarna heb ik even Andy en Melissa gekeken. En heb ik Splatoon gedaan. Waar ik heel erg in vast zit. Dus waar ik eigenlijk niet heel erg makkelijk verder in kom. Dat is een beetje lastig. Toen ben ik daarna de video in elkaar gaan zetten. En heb ik mijn blogpost geschreven. Ben ik verder gegaan met de Netflix-serie. Ik heb echt nog maar 2 afleveringen, dus ik ben er vanavond ook doorheen. Ik hoop eigenlijk wel bij seizoen 2, want ik vind niet dat je met 6 afleveringen echt heel goed kunt afsluiten. Dus ik heb hoop dat er nog seizoen 2 komt. Ik snap ook niet dat je een Netflix-serie van 6 afleveringen uitbrengt als je hem niet kunt afsluiten, maar oké. Daarna heb ik rozengeur en wodka lime gekeken, dat was ook wel weer leuk. Ik heb lekker mijn boek gelezen, die ook alweer bijna uit is. Dus ja, dat gaat allemaal wel weer vanzelf. Ik ga even stofzuigen en dan ga ik me even wapenen tegen de regen, zodat die plantenbakken leeg kunnen. En dan ga ik even dat schoonmaken. Dus ik ga jullie daar eventjes in meenemen. Dus ja, ik ga maar eventjes aan de gang, want des te eerder ben ik klaar. Want ik heb het al zo koud en ik heb er dus totaal geen zin in, zoals ik al zei. Maar goed, we gaan het toch eventjes doen. Nou, kijk eens even wat een lekker donker sopje. Deze zijn in ieder geval schoon. Die kunnen nu mooi eventjes uitdrogen. En buiten ziet het dus ook gelijk weer een stukje kaler uit. Want dat ziet er nu zo uit. Potjes zijn weg, maar je ziet, het is dus heel erg nat. Dus de rest komt van de week, maar dat is in ieder geval nu weer klaar. Zo, weer lekker klaar. Ik heb alles ja, zo'n beetje wel kunnen doen. Ik heb zelfs boven nog even wat gedaan. Want het balkon ging eigenlijk vrij snel natuurlijk. Omdat ik het vrij snel leeg had. En ook wel vrij snel schoon. Staan ook alweer netjes op zolder nu die bakjes. Dus dat is wel een fijn idee. Mijn moeder die video belde net nog eventjes. Dat was ook even gezellig. Ik had even de matten uitgewassen van de... Bij de voordeur, zeg maar. Want dat doe ik dan met fijne wasmiddel. Dus dat had ik nog wel. Dus die heb ik eventjes net weer opgehangen. Die zijn weer schoon. Ik had ze even op 30 graden gedaan. Want ik had natuurlijk ook daarop gestaan met mijn vieze voeten. Dus dan vind ik het wel fijn als ze weer schoon zijn. Ja, al met al eigenlijk best wel lekker wat klusjes gedaan. Mijn nagels weer eventjes helemaal schoongemaakt. Want ik had dus wat randjes erop zitten. Die zijn er nu ook mooi af. Dat is top. Dus ja, dat was het eigenlijk ook wel. Dus op zich wel eventjes lekker, lekker bezig geweest. Ik ga nu zo even lekker relaxen. Dan ga ik straks douchen. Ajax moet vanavond spelen. Ik weet niet of ik hele hoge verwachtingen heb. Afgelopen woensdag heb ik ook gekeken. Was het dinsdag? Dinsdag of woensdag? Ik denk dinsdag. Nou, ik weet niet meer precies. Maar afgelopen weken hebben ze ook gespeeld. Dat was echt bagger. Dus ik hoop dat het nu wat beter gaat, maar ik weet het niet. Dus dat. Ik ga sowieso ook Hou van Holland kijken en de Alles Kunnen Vips. Ik wil ook nog even gamen. Dus dat eigenlijk. Ja, verder ga ik eventjes de vlog voor het grootste gedeelte in elkaar zetten. Ga ik mijn Netflix-serie kijken. En daarna Roze Gerubbeld Kalijm. En ik denk dat ik vanavond mijn boek uit heb. Dus dat is verder de planning. Maar straks is het eventjes lekker na het relaxen even lekker warm douchen. Want daar heb ik wel behoefte aan. Want ik heb het best wel koud. Ik zal even kijken hoe graden het hier is. 18. Dus oké. Nou, ik ga jullie dan in ieder geval morgen weer zien. Want ik ga nu verder niks meer doen. Dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Goedemiddag op deze zondag. Het is vandaag 16 oktober. Vandaag zou mijn opa jarig zijn geweest. Maar hij is helaas al... ja, jaren geleden overleden, maar anders was hij 91 geworden. Maar daar sta je dan toch altijd weer even bij stil, want het gemis blijft wel. En ja, we hebben het ook nog best wel vaak over hem. Dus ja, ondanks dat hij het eigenlijk al niet meer vierde, want het vond hij allemaal veel te druk. Sta je toch altijd eventjes, toch wel weer eventjes bij stil, merk ik. Ik zei gisteren heel leuk, ik ga Ajax kijken. Nou, ik had me in de dag vergist, want Ajax is vanavond. Een beetje chocomel hier. Ajax is dus vanavond, dus ik ga vanavond kijken. Ik heb gisteravond wel Hou van Holland gekeken, dat was wel weer leuk. Daarna de Alles Kunnen Vips, die zijn op 2 afleveringen en dan is het ook alweer ten einde. Ik heb GTA gedaan, eindelijk ben ik door mijn level heen gekomen, dat was heel fijn. Ik moet even mijn batterij verwisselen, want die is leeg zie ik. Volle batterij er weer in. Maar het was dus een hele moeilijke opdracht bij GTA, dus toen had ik even op YouTube gekeken en dat hielp wel, want toen kwam ik er ineens wel doorheen, dus dat was wel heel fijn. Ik heb er echt lang over gedaan, maar dat geeft niet, en dan is YouTube ook wel handig. Ik heb de vlog voor het grootste gedeelte al in elkaar gezet. Ben daarna de Netflix-serie gaan kijken, waarvan ik dacht je kunt het in 6 afleveringen niet oplossen, maar dat kon dus blijkbaar wel, want het was op zich best wel... Ja, een goed einde. Al ben ik toch wel benieuwd hoe het verder zou gaan. Maar of er een tweede seizoen komt, weet ik niet. Ik weet niet of ik de naam van de serie nou al in had genoemd. Ik kan hem niet uitspreken, maar ik zal hem dus even onder in beeld neerzetten. Nou, daarna Roze Gerubbeld Kalijm. Ik heb mijn boek uitgelezen. Dat is ook wel een mooi boek. Moet ik vanavond weer wat anders uitzoeken. Dus dat was het ook wel. Ik ga zo groenten afhalen. Eventjes vleeskruiden. Stofzuigen. De bakken scheppen. Dan wil ik eventjes kijken of die strips die ik bij de Action had gekocht werken voor mijn gezicht. Want dat wil ik wel even graag proberen. Misschien nog even een stukje diamond painting. En daarna ga ik foto's maken. Ik zal straks even de fotospullen laten zien. Maar ik ga nu eventjes mijn dingetjes doen. Want des te eerder ben ik klaar. Ik heb een beetje buikpijn. Maar ja, dat hoort er altijd weer een beetje bij. Maar dat is nooit heel prettig. Dus ja, dat eigenlijk even voor nu. Dus ik ga eventjes aan de gang. Muisje ligt hier heel charmant op tafel. Waarom lig jij op tafel? Kom maar van tafel. Oh, dat was wel heel dichtbij. Die lag zichzelf op tafel te wassen. Goed, ik ga eventjes aan de gang en straks laat ik eens even de fotospullen zien. Ik heb even fotospullen gepakt. Ik heb hier allereerst een Radiant Skin Prime and Mix Dry Oil Serum met vitamine C van het Kruidvat. Dan heb ik hier een Kind Free Concealer van Rimmel in de kleur 010 Ver. En dus die nieuwe collectie van Essence, de Pumpkin Pretty Please met het oogschaduwpaletten. De twee nagellakjes. Heel leuk. Die dus. De lipolie. De matte lipstick. Oh. En natuurlijk de eyeliner. Dus hier ga ik eventjes mooie foto's van maken nu. Dus ja. Ga ik dat mooi even doen. Muziekje weer even aan. En dan kan ik even aan de slag. Bam. Pruttelt hier een stukje rundvlees. Ik doe hem snel dicht want het verslaat. Wat kan lekker sudderen. Zo, ik heb alles klaar. De foto's zijn klaar. Ik heb hier een heel glimmend gezicht. Ik heb dus die strips uitgeprobeerd. Ik werd heel rood vooral. Het werkt wel, maar er zitten dus niet van die doekjes bij waarna je het kan schoonmaken. Dus ik plak nog een beetje. Ik heb het wel even met een washandje geprobeerd. Maar ik moet straks even onder de douche even heel goed boenen. Want je krijgt het er dus niet zo heel makkelijk af. Want dat zat ook aardig op mijn vingers. Dus het werkt wel, moet ik zeggen. Want het voelt wel heel glad aan voor nu. Maar het is dus wel lastig dat er geen doekjes bij zitten. Maar zoals ik al in de shoplog zei, ik had het hier dat die niet helemaal compleet was, die voor mij. Dus misschien hebben die er best wel bij gezeten. Maar bij mij in ieder geval, ja. Ik glim een beetje, ik plak. Ik heb even lekker rundvlees opgezet. Ik had nog rundvlees in de vriezer. Ik probeer de vriezer een beetje leeg te eten. Want ook met oog op de feestdagen. Dat je dan toch misschien... Ja, omdat ik natuurlijk niet... ik zit altijd met boodschappen. En omdat ik maar 1 keer in de week ga. En het is ook net hoe dat dan weer valt met die feestdagen. En dan heb je soms gewoon dingen die al in de vriezer moeten. Ja, en ook als er straks al aanbiedingen komen. Weet je, dan wil je misschien toch wat vroeger inslaan. Omdat het allemaal al best wel aan de prijs is. Dus ja, als alles dan goedkoper kan het goedkoper. Maar dan heb ik in ieder geval plek in mijn vriezer. Dus die heb ik eventjes lekker opgezet. Die staat lekker te sudderen. De foto's zijn ook gemaakt. Het ging op zich ook wel goed. Ik heb nog even diamond painting gedaan. Dus op zich prima. De katten hebben net hun eten op. Ja, Mickey eet slecht. Tijger eet ook niet zo heel dender. Dus mij zit nu al op te eten. Dus ik weet ook niet of dat helemaal goed is. Maar oké. Ik las net dat er bij Feyenoord wat onenigheid is over het dragen van de regenboogband. Een van die jongens die wilde dat geloof ik niet doen in verband met zijn geloof. Maar dat weet ik niet 100% zeker hoe dat allemaal zit. Hoor ik vast nog wel. Ik kreeg er een melding van nu. Ik ga nu even lekker relaxen. Dan ga ik straks eventjes lekker douchen. Even mijn plakspul, want ik heb het zelfs een beetje in mijn haar. Eraf halen. Dan ga ik dus eten. Vanavond Ajax dus. Maar ik heb dus 2 schermen, want ik ga ook weet ik veel spelen. Dus weet ik veel spelen. Daarna 5 Live. Heet dat zo? Nou ja, in ieder geval die serie op SBS 6. Ik moet foto's bewerken. Ik wil eigenlijk nog even een preview-artikel online knallen. Ik wil sowieso nog even proberen of ik verder kom met Fortnite, nee, GTA. En dan moet ik een nieuwe Netflix-serie uitzoeken. Ik heb nog geen idee welke. Ik wil mijn nagels nog doen. En dan ga ik weer verder met Moedermafia. Dus dat wordt eigenlijk de avond. Ik ga nu in ieder geval even lekker relaxen. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen zien, want ik ga nu verder toch niks meer doen. Dus ik zou bij deze zeggen, tot morgen. Een hele goede middag op deze maandag. Het is 17 oktober. Ik ben klaargemaakt. Ik heb een beetje kramp in mijn been. Ik heb het ook gewoon koud. Maar dat zal wel blijven. Het is ook lekker aan het regenen buiten. Dus op zich wel heel gezellig. Nou ja, ik heb gisteravond Ajax gekeken, goede zaken gedaan, 7-1 geworden, dus prima. Alle punten die waren voor ons. Konden we wel even goed gebruiken. Ik heb weet ik veel gespeeld. Ik had een 6, begon niet heel erg lekker, dus ik had niet heel veel hoop meer op een voldoende, maar uiteindelijk is het toch nog een 6 geworden, dus nou, ben ik wel tevreden mee. Ik heb 5 live gekeken, ja, op zich best grappig. Hé, wat is er? Dus dat, ik heb mijn nagels gedaan, groen, mat, het is dus dat kleurtje, deze, van die Pumpkin Pretty Please, dat is dus de, even lezen, 02 Adam Leaves en Pumpkin Please, dus ik vind het wel een leuk kleurtje. Ik heb er een matte topcoat overheen gedaan, omdat hij ook mat is, het kleurtje. Dus vind ik het wel leuk om dat te behouden, maar ja, tegen het slijten. Nou, de planning is ook veranderd. Mijn coach appte of ik morgen boodschappen kon doen, want donderdag kon zij niet, dus dat wordt dus nu morgen. Dus dat betekent dat ik donderdag dan ga filmen. Nou ja, verder heb ik mijn foto's bewerkt. Ik heb nog een blogposter uitgegooid met een preview van Essence. Ik ben een nieuwe serie gestart op Netflix. Ik zal de naam al even in beeld inzetten. Ik weet niet zo goed wat ik ervan vind nog. De eerste aflevering was een beetje vaag. Het is ook weer een miniserie. Maar dat moet ik maar eventjes gaan zien, hoe en wat. En daarna Moedermafia. Ik ga nu eventjes de kattenbakken doen, de gang en de douche. Ik moet nog even een was opvouwen, dus ik ben nog wel even druk. Dus ik ga even muziek aanzetten en dan ga ik aan de gang. Dus ik ga jullie wel eventjes proberen mee te nemen. Maar eerst maar even zorgen dat die bakken ook weer schoon zijn. Dan zijn hun ook weer blij. Alles weer klaar. De gang is weer schoon. De douche is schoon. De kattenbakken zijn schoon. Nou ja, de wc, maar die zit in de douche, dus die neem ik standaard mee. Er was wat gelekt, zeg maar, in mijn GFT-bak. Dus die heb ik ook eventjes in water gezet met wat schoonmaakmiddel erin. Dus die ruikt inmiddels ook weer fris. De was is weer opgevouwen. Ik vind het op zich het opvouwen nooit zo erg, maar dan moet het eigenlijk ook nog weer weggebracht worden. En het is gewoon jammer dat ik dan weer dat kleine trappetje op moet naar zolder, zeg maar. Maar goed, het is niet anders. Maar dat heb ik nog niet gedaan. Dus ik probeer dat morgen wel eventjes te doen. Want ik zal morgen niet heel laat terug zijn, denk ik, van het boodschappen doen. Dus dan kan ik mooi wel even die was wegwerken. Dus ja, het zijn altijd even van die klusjes die gebeuren moeten. Maar ja, de was, ja, gewoon gewoon opbergen vind ik gewoon niet zo leuk, omdat je er gewoon niet zo, ja, omdat het gewoon best wel veel moeite kost om dat kleine trappetje op te gaan. Ik ben gewoon altijd bang dat ik een keer naar beneden val, omdat ik verder ook niet echt goed kan vasthouden. Dus dat kost altijd gewoon wat meer moeite, maar oké, dat is een klusje voor morgen. De katten hebben ook net hun eten weer op, dus dat is ook weer mooi. Ik ga zo even lekker relaxen. Dan ga ik straks douchen en eten koken. Ik heb vandaag rostirontjes, gehaktbal en gesneden snijboontjes. Die zijn altijd gesneden, maar ik wou zeggen gesneden sperziebonen, maar ik bedoelde dus snijboontjes. Dus dat. Verder heb je vanavond natuurlijk gewoon Château Meiland wat ik ga kijken en Goede Tijden. Dan ga ik even de postcode loterij, het laatste deel nog eventjes terugkijken, want dat was gisteren de laatste en dan is het ook allemaal wel weer rond. Ik ga mijn blogpost schrijven en verder kijken we even nog of ik iets nog op de laptop moet doen, ja of nee. Het zal niet heel veel zijn, denk ik. Ik ga sowieso weer mijn serie kijken op Netflix, even kijken of ik het nu misschien beter erin kom, want het begin was dus een beetje vreemd. En daarna ga ik kijken naar Moedermafia. En ik ben ook in een nieuw boek gestart. En die is op zich wel heel leuk hoor. Maar ja, je moet er altijd even iets verder in zijn. Voordat alles een beetje op zijn plek valt. Maar dat komt helemaal goed. Ik ga jullie in ieder geval morgen weer zien. Want ik ga nu verder toch niks meer doen. Dan even lekker relaxen. Dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Goedemiddag op deze dinsdag. Het is 18 oktober. Ik ben klaargemaakt. Ik ga zo meteen boodschappen doen. Maar is het gek? Het zit piekerig, plukkerig. Ik heb hier groeien of die kleine haartjes en die passen er dan net niet bij. Maar goed, zometeen dus boodschappen doen. Ook wel weer eventjes wennen, want ik zat nu natuurlijk al helemaal in die donderdag. Van oh ja, ik ga nu op donderdag. Het goede nieuws is dat het droog is, het zonnetje schijnt. Maar ja, wel weer eventjes wennen. Maar het is gewoon even eenmalig. Ik ga nu niet naar de Action toe. Daar zou ik eigenlijk eventjes heen gaan en naar de Wibra. Maar dat gaat nu niet door. Dus wie weet volgende week. En anders moeten we even een andere datum of zo prikken. Maar goed. Dus dat. Dus ja, ik ga zo meteen eventjes de deur uit. Ik heb gisteravond weer Château Meiland gekeken. Was op zich wel weer leuk. Daarna even Miljoenenjacht afgekeken. Was dus de laatste uitzending. Op zich ook alweer een prima bedrag gewonnen. Dus nou ja, best. En al 2 keer achter elkaar dat ze de 5000 in de koffer hadden. Maar goed, dus dat. Verder heb ik mijn blogpost geschreven. Ik ben nog bezig geweest voor een extra artikel en nog een preview van artikelen. Het leuke is alleen, ik heb ze zelf al besteld, want ze stonden al online. Maar die komt dus nog wel online op mijn blog. Verder ja, ben ik weer mijn Netflix-serie gaan kijken. Ja, het is dus eventjes wennen. Het gaat dus, ik kan wel even kort uitleggen waar het over gaat. Je ziet in het begin een lerares en die heeft uiteindelijk dus zelfmoord gepleegd. Dan zie je een andere dame die haar moet vervangen, maar die wordt dus bedreigd. En ze weet dus niet waar die bedreigingen vandaan komen, maar ook van ben jij de volgende die doodgaat en zo. Dus op zich is het wel heel spannend. Het is ook een beetje een thrillerachtig iets. Dan blijkt ook dat haar e-mail is gehackt en zo. Dus allemaal een beetje ja, psychologisch. En op zich vind ik het wel heel spannend. Alleen omdat je dus steeds dubbele beelden ziet. Ook van degene die dus overleden is, vind ik het een beetje lastig. Maar oké. Ik heb weer Moedermafia gekeken. Nou ja, daar heb ik nog 4 afleveringen van. Dan ben ik er doorheen. Ja, ik kijk er ook 2 per keer, omdat maar een half uurtje duurt. En op zich wordt het nu wel wat grappiger. Ik moest er in het begin heel erg aan wennen, omdat ik er denk ik iets anders had verwacht dan hoe het gaat. Omdat ik bij Moedermafia heel erg denk aan bijvoorbeeld de bekende moeders die op social media wat plaatsen en daar dus allemaal mensen overheen krijgen dat ze het fout doen. En dat had ik een beetje bij Moedermafia verwacht en dat is het niet helemaal. Maar oké. Mijn boek is ook alweer bijna uit, zoals ook niet een heel dik boek. Ik ga even de stofzuiger doorheen trekken, even de boodschappentassen pakken en ook even schoenen. Dat is wel handig, hè. Ik kan hier op mijn sokken naar de winkel. Dat kan wel, zou heel raar zijn. Dus dat ga ik eventjes doen en dan zie ik jullie sowieso weer als ik terug ben. Nou, terug van de boodschappen. Ik heb ook weer eventjes wc-papier gehaald en ik had sinaas gehaald. Dus dat. Ik heb in de aanbieding mijn latte opschuimmelk. Weer de brokjes in gelei. Patatjes. Een riplap, want ik ga donderdag goulash maken. Frietsaus. Dan heb ik kippetjes voor in de vriezer, want die waren nu met 50%. Dan heb ik ook weer eventjes voor een keer eten. Ik heb een furiel gehaald. Eindelijk weer wasmiddel, want die was in de aanbieding. Had je nu 2 voor de prijs van 1. Het was maar €8,09, dus dat is op zich te doen. Ik heb 2 keer de kleur meegenomen. Dus dan kan ik morgen gelijk weer wassen. Dan heb ik boontjes. Een broccolietje. En een gezeefde tomaten. Onder de kant. Ik heb een pakje sokken meegenomen. Die was bij de Lidl. Want mijn sokken die gaan momenteel heel erg kapot. Dus ik heb weer even een setje met nieuwe. Dubbel chocolate flavor. Ja, vond ik gewoon heel lekker. Slaapwinken van de Lidl. Die waren nu met die app, zeg maar. Een paprikaatje. Ik had al kippetjes meegenomen. Wow, bestellen niet meer scherp. Hallo. Kippetjes bij de Boni meegenomen voor zondag. Dan heb ik ook nog deze meegenomen. Want die vond ik altijd heel lekker. De lemon cactus. Een beetje jeugdherinnering dronken we altijd bij oma en opa. Even kijken. Aardappeltjes. Champignons. Spekjes. Chocomel. En ui. En dan nog een flesje, want die was dus 1 plus 1. Dus ik ga dit mooi even opruimen. Dan ga ik even de was naar boven brengen. Dan ga ik denk ik nog even diamond painten of zo. Want ja, verder heb ik niet zo... even schilderen op nummer. Ik denk dat ik even ga schilderen op nummer nog. Ik denk dat ik dat eventjes ga doen. Maar eerst dit maar eventjes allemaal opruimen en naar boven brengen. En eventjes de was weg in de kast. Want dat is ook wel even fijn. Dus ja, dat ga ik nu eventjes doen. Hier zijn alle brokjes inmiddels lekker opgesmikkeld. Toch nog best wel even wat kunnen doen met het schildropnummer. Het wordt wel echt nu meer zeg maar een schilderij dat je echt kunt zien wat het wordt. Al wist ik natuurlijk al wel wat het werd. Maar dat is wel leuk om te zien dat je die vooruitgang een beetje kan zien. De was die is opgeruimd. Dan kan ik morgen eindelijk beginnen met nieuwe was. Nou, ik heb de boodschappen naar boven, dat is ook altijd wel lekker. Maar nu ben ik toch best wel zat. Dus ik ga nu zo even lekker relaxen. Ik merk gewoon Ja, dat me altijd een beetje... Sorry. Uitput. Eventjes boodschappen doen en zo. Ik word er gewoon altijd best wel moe van. Maar goed, ik ga nu zo even lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen. Vanavond kijk ik Goede Tijden en... Politie Arnhem met Ewout. Dus ook wel weer benieuwd naar. 4 handen op 1 buik is nu echt afgelopen. Er komen nu alleen nog herhalingen. Ik wil even mijn nagels opnieuw doen. Want ik heb heel veel chips. Dat vind ik gewoon niet mooi. Die ga ik gewoon eventjes opnieuw doen. Daar kan ik gewoon heel slecht tegen. Misschien nog even wat terugkijken. Want zo zou eigenlijk nog even een potje GTA. Of GTA zeg ik. Nee, Fortnite doen. Dat ging op zich best wel lekker gisteren. Vanavond ga ik de vlog afmaken met editen. Ik moet mijn foto's bewerken. Ik hoop nog even verder te kunnen met die... blogposten, maar moet ik even kijken. Verder ga ik mijn Netflix-serie kijken en weer Moedermafia. En ik denk dat ik mijn boek vanavond wel uit heb, dus dat wordt het verder ook. Ik ga bij deze in ieder geval de weekvlog afsluiten. Ik hoop in ieder geval dat je het weer leuk vond om te zien. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je natuurlijk gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken. Of op mijn kanaal zelf, daar staat een rode button. Daarnaast staat een belletje en als je die aanklikt, krijg je een melding zodra ik een nieuwe video heb geüpload. Vond je deze video leuk? Doe zeker even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. En hoop ik je bij een volgende video te mogen zien. Doeg!